Hoi, superleuk dat jullie meekijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video laat ik jullie mijn favoriete producten van februari zien. Dit is het mandje. Het is best wel een vol mandje. Aangezien februari niet een hele lange maand was, zijn er toch best wel veel producten uitgekomen die ik heel erg fijn vond. Dus mocht je benieuwd zijn naar de producten die ik fijn vond en waarom ik ze dan fijn vond, zou ik gewoon even zeggen, kijk gewoon eventjes gezellig mee met deze video. Nou, ik begin maar direct met het palet wat bovenop ligt. En dat is het Bloom Eyeshadow palette. En dit is een palette van Max & Moore. Ik zal even het plasticje ertussen uithalen. Over dit palette heb ik ook een hele uitgebreide video gemaakt. Dus die zal ik eventjes in de beschrijving zetten. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn, zou je hem altijd nog eventjes kunnen bekijken als je dat nog niet hebt gedaan. Maar laat ik beginnen met het uiterlijk van dit palet. Want die ziet er gewoon prachtig uit. Een hele mooie bloem staat erop. En ja, dat vind ik fantastisch. Het palet is gemaakt van stevig karton. Dit zie je steeds vaker bij merken dat ze dit doen. En op de achterkant zie je ook een afbeelding met de kleuren die in dit palet zitten. En dat vind ik zelf wel heel erg fijn, want ja, dit merk wordt verkocht bij de Action en hun hebben eigenlijk nooit testers staan. Er zitten 21 kleuren in dit palet en je kunt de kleuren zowel nat als droog gebruiken. Ik heb de kleuren alleen droog gebruikt. Ik ben zelf niet een heel erg groot voorstander van een oogschaduw nat gebruiken. Ten eerste vind ik dat je pen er heel lelijk van uit gaat zien. En ten tweede vind ik blenden gewoon altijd een beetje een drama. Mocht je nou wel je make-up nat willen gebruiken, je oogschaduw dan, raad ik je aan om je kwastje even in te sprayen met een fixing spray. Een paar seconden te wachten en dan met de oogschaduw aan de slag gaat. In de deksel zit een spiegel en er zit ook nog een blaadje op. Die heb ik laten zitten, dus hij is heel goed beschermd ook. Dat is wel heel fijn. En dan zijn dit de kleuren die in het palet zitten. Ik vind het ook heel erg tof dat de afbeelding van de buitenkant ook doorloopt naar de binnenkant. En dan zie je dat dit de kleuren zijn. Ik ga er een paar voor je oppakken, zodat je kan zien wat de pigmentatie is van deze kleuren. Ja, ik was heel erg verrast door het pigment. Zo ziet de pigmentatie eruit. Je kunt de kleuren heel goed opbouwen. En je merkt ook eigenlijk gelijk dat de pigmentatie heel erg goed is, doordat de poeder na gebruik ook wat korreliger wordt. En dat is altijd wel een goed teken, want dan ja, zit je make-up er gewoon vaak mooi op en is de pigment... is het pigment gewoon altijd heel erg goed. De kleuren vind ik ook heel erg leuk. Ik vind het ook wel wat anders. Je kunt er diverse ooglooks mee maken. Het enige wat ik een beetje miste bij dit palet was een highlight kleurtje. Maar voor de rest vind ik dit palet echt fantastisch. En vind ik echt dat Action hier een hele goede zet mee heeft gedaan om in dit palet te komen. Dus dit is echt een toppertje voor mij. Het volgende product wat ik heb, dat zijn Waschies. Dit is een nieuw product. Het merk Waschies komt uit Duitsland en deze worden verkocht bij het Kruidvat. En dit zijn dus wasbare make-up pads waarmee je dus je make-up kunt verwijderen. Dit is de pink editie en die heb ik dus gewoon bij het Kruidvat gehaald, zoals ik net zei. Ze zijn bijzonder zacht en absorberen heel erg. Er zit een speciale vezel in. En deze combinatie maakt het gewoon mogelijk dat het een heel hoog reinigingseffect biedt voor je huid. En je kunt er alleen water bij gebruiken. En je hoeft dus geen andere lotions te gebruiken. Velcremes en make-up resten worden gewoon makkelijk opgenomen. Hij is heel vriendelijk voor de huid en je kunt ze wassen op 95 graden. Dat is best wel fors. Nou ja, ze zitten... Dus in een doosje. Het wasvoorschrift is trouwens dat je geen wasverzachter moet gebruiken. Ze kunnen ook in de droger. Ik heb ze inmiddels ook al gewassen. Dat ging heel goed. Ik gebruik standaard geen wasverzachter. Want als je dat wel zou doen. Nou ja, in dit soort producten gebruik ik geen wasverzachter. Zou je dat wel doen, dan neemt het gewoon bijna geen water meer op. Dat is het nadeel bij wasverzachter. Dan zijn dit de pads. Je krijgt 2 van deze pads. En je ziet dat ze best wel groot zijn. Ze hebben een roze en een witte kant. Je ziet dus dat ik hem heb gewassen en hij blijft eigenlijk heel mooi. Alleen hier komen wat witte puntjes doorheen. Hij is lekker groot. En ik heb deze gebruikt met alleen water. En ik was echt verbluft door het resultaat. Want ik had niet verwacht dat dit zo goed zou werken. Ik heb ook al van die wasbare wattenschijfjes getest. Dat beviel me eigenlijk ook heel goed. Maar deze vind ik ook wel echt fantastisch. Zo lekker zacht voor de huid. En ook bij je ogen gewoon. Het is zo zacht. Het werkt gewoon fantastisch. Dus deze kan ik zeker aanraden. Zo'n doosje is geloof ik €4,95. En dan heb je 2 van deze pads zitten erin. Want hier is de ander en deze is dan nog niet gewassen. En je ziet wel een beetje het verschil bij de niet wasbare en de wasbare. Maar je hebt wel 2 hele grote pads en je kunt echt je gezicht er gewoon goed mee reinigen. Dus ik ben heel erg overtuigd van deze wasjes. Ik vind ze echt fantastisch. Echt een hele goede uitvinding als je dat mij vraagt. Dan heb ik een fixing spray. En deze is van Essence. En dit is de Keep It Perfect Makeup Fixing Spray. En deze wordt gehydrateerd door hyaluron wat erin zit. Het heeft een witte verpakking en het is verder een hele basic spray. Alleen er zit geen olie in en ook geen alcohol. Dit is de opening, zeg maar. Er komt gewoon een hele fijne hoeveelheid qua spray uit. Er zit 50 milliliter in dit flesje. En wat ik heel fijn vond, dus omdat er geen olie in zit en geen alcohol, dat hij totaal niet bijt. Ik heb wel eens, als je bijvoorbeeld een beetje een gevoeligere huid hebt, dan heb ik wel eens meegemaakt dat ik een fixing spray ging gebruiken. En dat toch een beetje beet doordat er alcohol in zat. Maar deze heeft dat dus niet. En dat is echt perfect. Mijn make-up blijft er ook prima door op zijn plek zitten. Eigenlijk gewoon de hele dag door. Dus ja, hier was ik ook wel heel erg enthousiast over. Ik vind hem echt heel fijn. Ik vind het ook gewoon echt... Ja, het is gewoon echt fijn dat er geen olie en alcohol in zit. En dat hij gewoon gehydrateerd is met hyaluron. En dat maakt het ook gelijk weer extra verzorgend. Dat is deze fixing spray. Dan heb ik 3 mascara's van Nikkie. En dit zijn de Smize Corred mascara's. Ik heb ze in 3 kleuren. Een blauwe, een groene en een roze. Ik ben de laatste tijd een beetje uit mijn comfortzone aan het stappen. En ik kwam deze mascara's een tijd geleden tegen. En was toch wel benieuwd of dat dit dan ook echt zou werken. De blauwe heeft de naam Sky Blue gekregen. En het zijn mascara's in tubes. En dit doet me dan weer een beetje denken aan vroeger. Want ik weet dat je vroeger bij de Etos had je ook van die mascara's in tubes. Nou praten we wel echt over heel erg lang geleden. Maar dat zie je nu de laatste tijd bij sommige merken weer wat terugkomen. Ik ga je even het borsteltje laten zien. Alle 3 de borsteltjes zijn hetzelfde. Hij heeft een beetje... Ze heeft zo'n borsteltje en dit is wel een borsteltje waar ik heel erg van hou. Want hier kan ik heel fijn mijn mascara mee aanbrengen. Ik was echt heel erg verrast door het pigment van de mascara. Je zag je eigen wimperkleur er niet meer doorheen na het aanbrengen. En nou ben ik er wel van overtuigd, dit zijn geen kleuren voor dagelijks gebruik. Maar misschien als je een feestje hebt of eventueel met carnaval of dat soort dingen. Dat zijn nu natuurlijk allemaal dingen die niet mogen, maar voor als het weer gaat mogen. Ja, zijn dit wel hele leuke mascara's. En ik vond het toch wel heel erg leuk om hiermee te spelen. Omdat ik het wel denk dat je hier hele speciale ooglooks mee kunt maken. Dat is allereerst dus de blauwe variant. Dan heb ik de groene variant. En dit is de Aqua Mandarine. En ik laat je wel even het borsteltje zien, zodat je de kleur ook eventjes kunt zien. Kijk, die is ook heel intens. Ook deze had een hele goede pigmentatie. Ook hierbij zag je niet je eigen wimperkleur er meer doorheen. Ze dekte heel erg goed. Dus dat was echt top. De mascara's beloven verder geen volume of dat ze je wimpers langer maken. Maar het is gewoon een kleurtje op je wimpers. Dus deze 2 waren qua pigment echt fantastisch. Dan heb ik ook nog de kleur Bubblegum. En dat is een roze variant. Qua dekking is deze iets minder. Want je ziet ook dat deze iets minder fel is als de andere 2 kleuren. Maar want hierbij zag je dus wel je wimpers nog er doorheen komen. De onderste wimpers die pakt hij beter omdat die wat kleiner zijn. Maar ik vond het wat dat betreft wel gewoon ook wel een leuk kleurtje om mee te spelen. Ja, zoals ik al zeg, het is ver buiten mijn comfortzone. Maar ik denk wel als je gewoon echt een hele complete look hiermee zou maken. Ook met kleuren bijvoorbeeld die bij deze mascara's passen. Dat het gewoon echt heel erg leuk is. Ik heb had zelf eigenlijk totaal geen ervaring met gekleurde mascara's. Ik weet wel dat ik heel vroeger eens een blauwe mascara heb gehad. Maar dat was gewoon echt zo'n basic blauwe kleur die ze toen nog bij de Hema of zo verkochten. En je komt gekleurde mascara's eigenlijk heel weinig tegen. En deze kwam ik dus bij de Action tegen en ze hebben me zeker niet, ze zijn me zeker niet tegengevallen. Dus hier ben ik ook wel heel erg verrast door. Dan heb ik hier een topcoat. En dit is de Volume Powder 3D Topcoat van Catrice. Het is deze topcoat. Je ziet dat het blauw is. Ik ben er nog steeds niet achter of de substantie dus blauw is of dat het het flesje is. Dit is gewoon een topcoat die een hele mooie volume zou achterlaten op je nagels. Gewoon een hele mooie glans. Ik zal je even het kwastje laten zien. Dat vond ik één minpuntje, want het kwastje is wit. Kijk, het heeft een wit kwastje. En wat ik altijd een beetje het nadeel vind van witte kwastjes is dat die er op een gegeven moment zo vies gaan uitzien. Het ziet er dan zo, ja, gewoon echt smerig uit. Weet je, het neemt dan de kleur aan van je nagellak. Maar ik vond hem wel heel erg fijn, want hij gaf een hele mooie glans. Ik kon hem niet echt onderscheiden van... Ik zie verschil omdat het een Power Volume 3D topcoat is. Wat het verschil nou is met de normale topcoat. Maar de glans was wel heel fantastisch. En je hebt wel een beetje het gevoel alsof je net van een nagelsalon afkomt. Dus ik kan in ieder geval wel weer een hele mooie topcoat toevoegen aan mijn stash. Want ik vond hem wel heel erg fijn. Mijn nagels bleven er ook zeker een paar dagen wel mooi mee. Maar dat ligt er natuurlijk ook een beetje aan. Hoeveel doe je met je handen? Hoe snel slijt je nagellak, maar ik vond hem zeker niet tegenvallen. Dan heb ik nog een mascara. Dit is een mascara van Catrice en dit is de Lashes to Kill No Panda Ice Smudge Proof Mascara. En ik vind dit pandaatje ook heel erg leuk hierbovenop. Ik ben zelf groot fan van de Lashes to Kill mascara van Catrice. Deze belooft dus smudgeproof te zijn, dus hij zou geen vlekken achterlaten onder de ogen, waardoor je dus echt een panda kan gaan lijken. Hij heeft verder ook belooft die volume en hij zou je wimpers heel erg definiëren. En dat is echt wel heel erg fijn als je wimpers gewoon heel mooi los komen te staan voor elkaar. Hij is ook zweetbestendig en... je zou hem alleen kunnen verwijderen met warm water of gewoon make-up remover. Nou, allereerst natuurlijk even het borsteltje wat voor mij altijd heel belangrijk is. En die ziet er zo uit en daar hou ik dus van. Het is geen plastic, het zijn echte haartjes. Dit vind ik zelf hele fijne borsteltjes. De mascara gaf ook echt een heel erg mooi volume. Hij definieerde mijn wimpers ook echt heel erg mooi. Ze bleven echt heel erg mooi ook gesepareerd. Dus dat vond ik echt super fijn. Want dat vind ik altijd wel belangrijk bij een mascara. Ik had boven mijn ogen wel een heel klein beetje dat het erboven kwam, zeg maar. Maar de onderste wimpers die bleven inderdaad wel heel erg mooi. Waardoor ik eigenlijk geen panda ogen kreeg. Dus wat dat betreft vind ik het echt wel een hele geschikte mascara. Dus hier ben ik ook wel heel erg blij mee. Zoals ik al zei, ik ben sowieso heel erg groot fan van die Lashes to Kill mascara's. Maar dit is ook echt wel weer een toppetje. Ja, en ik blijf het pandaatje gewoon super schattig vinden hierop. Dus hele fijne mascara ook. Dan heb ik een blush. En dit is de Royal Blush Cream Blush. En deze komt van Rimmel. Je ziet dat deze in een verpakking zit. Normaal gesproken als je deze koopt zit hij niet in een verpakking. Maar deze komt bij de Action vandaan. En Action stopt hun producten van Rimmel dus in dit soort verpakkingen. Ik ben normaal niet een heel groot fan van cream blushes. Maar ik vond deze wel heel erg mooi. Ik heb hem in de kleur 003 Coral Queen. Dat ziet er zo uit. Het is ook een heel compact ja, blushje. Ik weet ook eigenlijk niet of deze nog te koop is in het gewone schap van Rimmel. Het kan ook zijn dat Action wat oudere make-up verkoopt. De binnenkant ziet er zo uit. Hij is gewoon vrij smal. En dit is de kleur. Dus hij is best wel heftig qua kleur. Je moet hem wel echt heel goed uitblenden. Dit zijn dus producten die gebruik je over je foundation heen, maar wel onder je poeder. En het viel mij op dat nadat ik mijn gezicht had afgepoederd, je de kleur nog heel erg mooi zag zitten. En dat vind ik altijd een beetje lastig bij creamproducten, want niet altijd blijven de producten dan mooi zichtbaar. En dat deed deze blush dus wel. Dus daarom vind ik deze ook wel heel erg fijn. Ja, voor mij ook verrassend, omdat ik normaal niet zo van de creamproducten ben. Maar deze vond ik wel fantastisch. Dan heb ik een liplakker. En dit is de Longwear Matte Finish liplakker van M.U.A. De Velvet liplakker. Dat is deze. Ik ben zelf dol op matte lipproducten. Ik gebruik ze met heel veel liefde. En deze... ja, die had ik al een tijdje in mijn stash zitten en die heb ik nu eindelijk eens geprobeerd. Het is dus een matte liplakker. Ik ga even kijken of ik de kleur kan lezen. Dit is de kleur Zizzle. En deze heeft eigenlijk een beetje een standaard applicatortje. Gewoon zo basic. En dit is de kleur. Ik vond hem heel erg mooi. Het is een beetje een combinatie oranje-roodachtig. Hij zit er een beetje tussenin. Maar hij bleef zo mooi op mijn lippen zitten. Ik had ook niet direct het idee dat mijn lippen heel erg uitdroogden. Ik merk wel nadat mijn lipstick er dan afgehaald is dat ze wat droger aanvoelen. Maar dat los ik heel makkelijk op om daarna gewoon lekkere voedende lippenbalsem aan te brengen. Maar ik ben heel erg verrast door deze liplakker. Ik vond hem echt heel erg mooi. Het is jammer, want M.U.A. is niet het standaardmerk wat verkocht wordt bij mij bij de drogisterijen. Maar als ik meer kleuren hier nog van zou kunnen inslaan, zou ik het zeker doen. Want hij is me wel heel goed bevallen, omdat hij lekker long-lasting is en ook gewoon echt heel erg mooi blijft zitten. Dus dat is ook top. Dan heb ik nog een mascara en dit is de Lash Divine Skinny mascara van het Kruidvatmerk. Dit is een hele kleine mascara, heeft de naam 010 Intense Black. En het heeft een heel dun, kambaar borsteltje. En hiermee kun je dus zelfs de kleinste wimpertjes onthullen. Nou, laten we naar dat borsteltje gaan kijken, want misschien schrik je, maar kijk hoe schattig hij is. Het is zo'n klein, lief borsteltje. En deze is heel fijn voor op je onderwimpers om te gebruiken. Maar zelfs op je bovenwimpers heb je soms van die wimpertjes die heel dicht bij je oog zitten. Waar je niet zo heel makkelijk bij komt. En met dit kleine borsteltje kom je daar dus gewoon echt heel goed bij. Ja, ik ben hier heel erg verrast door. Ik vind het zo'n fijne mascara. Ik vind ook echt dat die mijn wimpers gewoon heel mooi maakt. Dat ik gewoon een beetje volume krijg door deze mascara. Dus deze heeft me ook heel erg verrast. Want ik heb nog nooit zo'n klein mini mascaraatje gezien. Maar ik vind hem echt fantastisch. Ik heb zelfs inmiddels nog een exemplaar aangeschaft om ook in mijn tas mee te nemen. Dus nou, dan weet je wel hoe blij je met een mascara bent. Dan heb ik nog twee lipproducten en dit zijn de Metallic Folie Hashtag Color Sensational lipproducten van Maybelline. Deze komen dus van de Action ook vandaan. Ik weet ook niet meer of deze nog te koop zijn in het originele schap. Ook deze zaten verpakt. Er stond ook duidelijk op, deze verpakking is niet gemaakt door de ontwikkelaar. Nou, dat weet ik ook, omdat je dit soort producten bij de schappen in de drogisterijen gewoon los ziet staan. Ik heb er 3 getest en 2 vond ik wel heel erg mooi. Het zijn lipproducten met een metallic finish, maar ze drogen ook mat op. Ik heb hier allereerst een gouden kleur. Ze hebben helaas geen naam. Maar je ziet hier ook heel erg lelijk nog de plakresten. Want ze hebben dus heel goed vastgezeten op de kaart. Maar die ziet er zo uit. En dit zijn de borsteltjes. En ze zijn eigenlijk gewoon heel basic. Dus niet heel bijzonder. Dit is dan de ja, een beetje goudachtige kleur. Ik moest in het begin heel erg wennen aan deze kleur. Maar toen ik hem eenmaal op had, vond ik hem toch wel heel leuk staan op de lippen. Het is ook niet een kleur die je dagelijks zou gebruiken. Maar bij sommige gelegenheden zou het best wel kunnen. En dan heb ik deze kleur. Ik denk dat deze stiekem mijn favoriet is. Het is een beetje een, ja, goud-bronsachtig kleurtje. En dus applicator is verder hetzelfde, maar dan heb je al een beetje een idee hoe de kleur eruit ziet. Die ziet er dan zo uit. En die, kijk, die heeft dus deze kleur. Deze is wel mijn favoriet. Deze vind ik ook leuk, maar deze, als ik moet kiezen, is dit mijn favoriet. Maar deze hebben me ook heel erg verrast. Ik heb deze in het originele schap van Maybelline ook nog nooit gezien. Maar toen ik ze bij de Action tegenkwam en ze waren heel laag geprijsd, vond ik het toch wel leuk om deze uit te proberen. Dus ook deze hebben me zeker wel heel erg verrast. De Metallic Foil lipproducten. Dus ja, ook drogen ze mat op. Dus toch weer twee mooie matte producten erbij. Dan ga ik door naar de drie laatste producten. Deze heb ik even in de verpakking laten zitten, omdat ik ze gewoon heel mooi vond. Dit zijn namelijk drie make-up palettes. Ik heb hier allereerst de 627 Chocaholic. En die zitten dus in een verpakking van een snoepje. En dat ziet er natuurlijk gewoon al heel erg leuk uit. Ook al gewoon om cadeau te geven. Het zijn de Don't Sugarcoat make-up palettes. En er zitten 16 oogschaduwkleuren in, 2 highlighters en een blush. Dat is allereerst dus deze. Ik laat je ze zo uitgebreid zien als ik ze heb uitgepakt. Daar heb ik dan ook nog bij de 628 Sweethearts. Die ziet er zo uit. Ook super leuk verpakt. Op de achterkant staat verder trouwens geen afbeelding. Dus je moet het echt hebben van hoe je paletten kunt zien. En dan heb ik de 629 Sugar Pie. En die is een beetje paars. Nou ja, ik moest die verpakking even aan jullie laten zien. Want ik vind het snoepresultaat gewoon heel erg leuk. Ik ga ze even uitpakken en dan vertel ik jij meer over. Zo, ze zijn uitgepakt en dan begin ik ook met de 627 Chocaholic. De paletten zijn gemaakt van een stevig kunststofmateriaal. Ze zien er allemaal wel hetzelfde uit. Op de achterkant staat wel nog eventjes een afbeelding met welke kleuren erin zitten. Maar die kon je dus niet zien omdat net de verpakking erop omheen zat. Dan zijn dit de kleuren die hierin zitten. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, de blush en de highlights die hebben me niet echt verrast. Maar de oogschaduwpaletten, of de oogschaduwkleuren vond ik wel echt fantastisch. Ze zijn best wel gevarieerd en ook goed gepigmenteerd. Ik vind het wel leuk dat er ook een blush bij zit. Ik zal ze zo meteen wel even swatchen, zodat je ook kunt zien van waarom die mij een beetje tegenvielen. Je ziet ook wel dat het een beetje poederige paletten zijn, maar ze zijn wel heel mooi om te zien. Ik pak nu eerst even de blush en highlight kleurtjes. Kijk, dit zijn de blush en de highlight kleurtjes. De blush vind ik op zich nog wel oké, maar de highlighters die vallen toch wel een beetje weg. Maar de oogschaduwkleuren vond ik daarentegen wel fantastisch. En ik pak even 4 kleuren op. En die zien er dan zo uit. Dus je ziet eigenlijk wel dat die heel goed gepigmenteerd zijn. Ze blenden ook echt heel goed in. En dat is altijd wel belangrijk. Omdat ze ook wat poederiger zijn, kon ik eigenlijk al wel merken dat het pigment heel goed zou zijn. Dus ze hebben me toch wel heel erg verrast. Dit palet in ieder geval. Want ja, het is gewoon wel heel leuk. Ja, en kijk, normaal zou je zeggen, je kiest de kleur uit die je mooi vindt. Maar ik vond ze alle drie wel heel erg mooi. Vandaar dat ik ze ook alle drie toen heb meegenomen om te testen. Dus dat was dan de blauwe variant. Deze. Dan ga ik door naar de volgende. Ik weet niet welke ik nu pak, want ik heb ze volgens mij niet echt op volgorde liggen. Oh ja, ik heb hier de 628 Sweetheart. Dat is dan de roze variant. Ook weer op de achterkant staat dus de afbeelding. Je ziet wel dat dit een compleet ander palette is. Ik vind het ook wel fijn dat de namen op de achterkant nog staan. Want anders is het wel moeilijk om ze uit elkaar te gaan houden. Zoals je ziet hebben deze weer totaal andere kleuren als die ik je net liet zien. De blush vond ik heel mooi. De highlighter is bij deze wel iets mooier, maar moet je heel erg opbouwen. Met swatches zie je hem niet echt. Heel lichtjes, maar de blush was zelfs een beetje aan de heftige kant hoor. Dus je moet hem wel echt heel goed inblenden, moet ik zeggen. We pakken weer even 4 kleurtjes op. Kijk, en dit soort kleurtjes kun je dus hierbij verwachten bij deze, bij dit palet. Ja, echt heel erg mooi. Ik hou er wel van. Het zijn wel donkerdere kleuren. Of het echt kleuren zijn die heel uniek zijn, dat denk ik op zich niet. Want ja, heel veel paletten hebben dit soort kleuren wel. Maar ik vind het dan toch wel leuk om te testen, omdat ze super low budget zijn. Je voelt wel dat dit wat slapjes is, bijvoorbeeld die binnenkant. Maar ook wederom wel een heel erg mooi palet. En dan het laatste palet is dan de 629 Sugar Pie. En deze heeft ook weer hele andere kleurencombinaties. Want hier zie je ook weer wat meer paarstinten in zitten. Dus het zijn wel echt 3 verschillende paletten met heel veel verschillende kleuren. We beginnen weer even met de blush en de highlighter. Zoals je ziet is deze dan alweer een stuk lichter, deze blush. Dat vind ik op zich wel iets mooier, want die andere blushes waren net iets te donker. En de kleurtjes vond ik ook heel erg leuk. Ik probeer een beetje verschillende kleuren op te pakken voor jullie. En dat zijn dus dit soort kleurtjes die erin zitten. Je ziet eigenlijk wel direct dat het pigment best wel aanwezig is bij deze palettes. En dat heeft me heel erg verrast, want ze waren niet eens zo heel duur. Ik weet niet meer hoeveel ik ervoor heb betaald. Ze komen bij de Action vandaan. Dus dat durf ik niet meer te zeggen, want het is al best wel weer een tijdje geleden. Maar ze hebben me wel heel erg verrast. Alle drie deze palettes. Dus ja, ook deze palettes ben ik heel erg blij mee. En dan waren dit alle favoriete producten van februari. Ik dacht eigenlijk dat het meer was, maar ik denk dat het bakje een beetje veel ruimte innam doordat deze grote verpakkingen erin zaten. Maar ik ben wel weer heel erg blij met deze producten en kan ze nu ook weer gewoon aan mijn stash gaan toevoegen. En kan ze gewoon met heel veel liefde gaan gebruiken. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jij het leukste product vond wat ik heb laten zien. Heb je misschien zelf al een van deze producten geprobeerd? Of denk je na deze video, goh, dat of dat interesseert me, zou ik wel eens willen proberen. Zou ik leuk vinden als je dat zou willen achterlaten bij de comments. Ja, ik ga dit lekker aan mijn stash toevoegen en dan is het bakje weer leeg voor de nieuwe maand. Want er nieuwe producten wachten alweer, dus die kunnen dan mooi weer verzameld worden. Dan wil ik je voor nu in ieder geval ook heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nou nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Dat kan door op het rondje met mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf door op de rode button te drukken. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding van zodra er een nieuwe video van mij online komt. Vond je deze video nou leuk? Doe dan even je duimpje omhoog. En ja, dan hoop ik je eigenlijk gewoon weer bij je volgende video te zien. Bedankt voor het kijken. Doeg!